De NVM huizenprijzen, kwartaalcijfers van de woningmarkt zijn er weer. Het woningtekort loopt op tot 390.000 woningen. Dat zijn de laatst bekende cijfers. En het duurt tot 2028 voordat we een beetje kunnen bijtrekken. Dit jaar wordt er al dramatisch weinig gebouwd en volgend jaar dipt de nieuwbouw nog een beetje. Maar daarna komt alles goed, zeggen ze. Eerst zien, dan geloven, zeggen wij dan maar. Wat zijn nou de mogelijkheden voor eigen woningstarters en hoe zit het met de nieuwbouw? En wat doet de hypotheekrente? En wat is dan de verwachting voor 2024? Alle cijfers over de woningmarkt van het afgelopen kwartaal krijg je van mij in deze video weer op een presenteerblaadje. En zoals je weet, je komt niet met lege handen thuis, want aan het eind heb ik supermooie overzichten en inzichten over de woningmarkt voor je. Helemaal gratis en ook voor jouw eigen gemeente, dus blijf kijken. Ik ben Theo Heus van Digimakelaars.nl, de makelaar van Nederland. Met een 9,5 op Funda en 5 sterren op Google zit je bij ons helemaal goed. Maar eerst nog even dit. Ons YouTube-kanaal heeft deze week de 4000 abonnees bereikt. Allemaal mensen die blij zijn met onze content. En daarmee zijn we het grootste informatiekanaal voor wonen en je eigen huis in Nederland. Ik ben meer dan 25 jaar makelaar en ik vind het geweldig dat ik mijn ervaringen op dit kanaal met jullie mag delen. Dagelijks krijg ik telefoontjes van mensen die blij zijn met onze video's. En nou, dankjewel voor jullie enthousiasme. En wil je ook abonnee worden? Klik dan hieronder op de abonneerknop en ook even op de bel. Super tof! Je krijgt dan steeds bericht als we weer een nieuwe video voor je klaar hebben staan. Volgens de NVM veert de woningmarkt op. Je ziet mensen weer bewegen en dat is goed. We wennen aan de iets hogere rente, we wennen ook aan de lagere prijzen en dat zie je aan het aantal verkopen. Maar liefst 20% meer dan vorig kwartaal, 34.000 stuks, maar nog steeds minder dan vorig jaar. De gemiddelde verkoopprijs is gestegen naar 410.000 euro, 2,8% meer dan vorig kwartaal, maar dus nog altijd 8,9% lager dan vorig jaar. Vrijstaande woningen zitten op een daling van 11,1%. En dat is misschien ook wel de reden waarom er nu weer wat meer woningen in de hogere prijsklasse worden verkocht. Er zijn ook 38.000 woningen te koop gezet. Dat is 29% meer dan vorig kwartaal. Toch blijft de markt krap. De krapteindicator is gedaald van 3,2 naar 2,8. Wat betekent dat als je vandaag een woning zoekt, je maar uit 2,8 woningen kan kiezen. En dat is erg weinig. We verwachten voor volgende kwartalen wel wat meer ruimte in het aanbod, omdat we langzamerhand naar een nieuw evenwicht gaan in de prijs en in de renteontwikkeling. We zien daarom ook het aantal bezichtigingen weer toenemen en er zijn alweer meer gebieden waar over de vraagprijs heen wordt geboden. 39% om precies te zijn wordt boven de vraagprijs verkocht, maar dat was vorig jaar nog 82%. In de grafiek zie je dat de biedingenlijn weer langzamerhand omhoog kruipt. En wat je ook ziet, is dat de verkooptijd in het tweede kwartaal is gedaald van 40 naar 35 dagen. Dus gemiddeld in 7 weken wordt een huis verkocht. Het snelst gaan de tussenwoningen, 4 weken. En het langzaamst gaan de vrijstaande woningen met 7,5 week. Maar het goede nieuws is dus, als jij je woning gaat verkopen, dan wordt 3/4 van alle woningen binnen 3 maanden verkocht. Er worden ook meer dure woningen te koop gezet. De gemiddelde prijs van het aanbod is daarom nu 531.000 euro. Je hoeft je dus eigenlijk niet zo heel veel zorgen te maken als je eindelijk wat anders hebt gevonden. Is er nou goed nieuws voor starters op de woningmarkt? Nou ja en nee. De hypotheekrente is natuurlijk hoger dan we de afgelopen jaren gewend waren. Het lijkt erop dat de rentestijgingen afvlakken. We kabbelen rond of net iets boven die 4%. Maar ook de inkomens zijn hoger geworden. En de mogelijkheden voor een hogere hypotheek zijn ook wat ruimer geworden. Zoals bijvoorbeeld het volledig meetellen van het partnerinkomen. Je kan extra lenen voor duurzaamheidsinvesteringen. En in 2024 komen er ook verruimingen voor het meetellen van je studieschuld en het energieverbruik van je nieuwe woning. En daarnaast zien we dat beleggers zich terugtrekken en hun huizen te koop zetten. En ook woningcorporaties, die zetten flink wat van hun aanbod te koop. Maar dat neemt niet weg dat je nog steeds met eigen geld moet komen. Dus blijf een paar jaar langer thuis wonen of als je al huurt, probeer dan zoveel mogelijk te bezuinigen en ga sparen. Hoeveel geld heb je nou eigenlijk nodig voor een koophuis? Kijk dan eens even naar deze video. De verwachting voor bestaande bouw volgens de makelaars is dat de huizenprijzen in 2024 zich zullen stabiliseren en dat de woningmarkt langzamerhand weer beter en evenwichtiger wordt. Dus er komt meer vertrouwen en dat geeft meer aanbod. En daardoor wordt dan ook weer de keuze groter. Ik kan nog heel veel vertellen over wat er allemaal gebeurt in de markt, maar ik heb een geweldig mooi boekwerk voor je. Helemaal gratis te downloaden. 40 pagina's, boordevol informatie en met nieuws over de Nederlandse woningmarkt heet van de naald. Download het via de link in de toelichting onder deze video. De analyse van de Nederlandse woningmarkt. De nieuwbouwmarkt. Die kruipt iets omhoog.
Er werden 4500 nieuwbouwhuizen verkocht afgelopen kwartaal, maar ook dat is nog steeds 13% minder dan vorig jaar. Er staan wel veel nieuwbouwhuizen te koop, bijna 20.000. Kopers wachten af en daardoor staan bouwers ook weer niet te trappelen. Zoals ik in het begin al zei, wordt het dip komend jaar toch echt nog wel groter. Maar daarna, als alles weer een beetje stabiel is qua huizenprijzen en hypotheekrente, dan zal de boel alweer flink op gang komen. Een gemiddeld nieuwbouwhuis is verkocht het afgelopen kwartaal voor €468.000. En wat er nou te koop staat op dit moment kost gemiddeld €525.000. Het grootste aandeel voor nieuwbouw is voor de appartementen, logisch. Maar liefst 44% is hoogbouw. Gelukkig is er iets meer keuze voor zoekers van betaalbare nieuwbouw, want er staan 4350 nieuwbouwhuizen te koop tussen 2,5 en 4 ton. Maar ook hier even opletten, nieuwbouwwoningen lijken als woning dan wel iets goedkoper te worden, maar de woonoppervlakte wordt kleiner en de kwaliteit is minder. Het moet uit de lengte of uit de breedte komen kennelijk. Kijk maar eens even naar deze grafiek. Ik heb wel een tip die ik nog een keertje wil herhalen. Heb je een overbruggingshypotheek en heb je rekening gehouden met een bepaalde opbrengst van je oude huis en duurt het dan ook nog even voordat je nieuwbouwhuis wordt opgeleverd? Blijf dan nakijken of het financieel allemaal nog klopt als je straks misschien minder krijgt voor je huis dan je had gepland. Dus hou contact met je hypotheekadviseur. Wat goed dat je de hele video hebt uitgekeken. Daarvoor kan ik je belonen. Kijk hieronder voor een gratis analyse van de woningmarkt in jouw gemeente of zelfs in het hele land. En wil je een gratis indicatie van de actuele waarde van je huis? Ook daarvoor vind je een link in de toelichting hieronder de video. Hoe je nou echt geld kunt verdienen bij het kopen van een huis, dat laat ik je nog eventjes zien in deze video. Verdien geld met je aankoopmakelaar. Help dit kanaal verder groeien en geef de video een like en stuur hem door naar je vrienden. Abonneer je hieronder op ons kanaal, klik op de bel voor steeds weer een berichtje als er een nieuwe video voor je klaar staat.